Aangetrokken door de magie van Hollywood stond ik hier ruim 25 jaar geleden voor de eerste keer. Er is niets veranderd. Nog steeds kijk ik naar mensen die dezelfde droom najagen. Acteurs, cameramensen, regisseurs uit de hele wereld zoeken hier hun geluk. Sprookjes kunnen in Hollywood immers veranderen in werkelijkheid. Geld en middelen lijken onuitputtelijk. Maar nergens heb ik mij zo eenzaam gevoeld als in deze meedogenloze stad. Wat is toch die magische aantrekkingskracht van Hollywood? You really have to make a jump, you have to make a big step, because when you go here, you have to realize you have to start all over again. Ik denk dat je heel veel moet slikken. En in dat proces van het slikken, om jezelf daarin niet te verliezen, is het allergrootste gevecht. Ze zijn pikkelhard. Je bent alleen maar interessant voor de Amerikanen zolang je kan doen wat zij willen. Zodra je je kont gekeerd hebt, dan weet helemaal niemand meer dat je bestaat. En dan bel je een keer op naar die man waar je zo ontzettend, die zo'n goede vriend is geworden. En die krijg je niet eens van de telefoon. Je krijgt 6 secretaressen en die wimpelen je af. Bij film is het zo dat je toch begeesterd moet zijn. Je moet toch denken, dit is een geweldig moeilijk project. Maar als dat lukt, wees, dan hebben we echt iets sensationeels te pakken. En nu is het meer mensen die er staan die zeggen, ik ga geld maken in mijn leven. Met gemengde gevoelens vertrekt de regisseur die tot nog toe het grootste aantal bezoekers de bioscoop inlokte richting Hollywood. Wat dacht je daar? Ik moet hier weg. Maar ik wil niet. Ik vond Amerika totaal oninteressant. Ik was heel erg verknocht aan Nederland. Ik was heel, afgezien van de vreselijke toestanden dan met het productiefonds en de critici, had ik het gevoel artistiek, laten we zeggen, met de mensen waarmee ik werkte, of het nou de crew was of de cast, dat ik me volledig kon uitdrukken. Jachtvliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog vlogen laag over het marinevliegkamp Valkenburg, waar opnamen worden gemaakt voor de film Soldaat van Oranje. Niemand had ooit gedurfd om in Nederland zo'n grote film te maken. Iedereen had gevoeld dat ze pionierswerk verrichten. Dat kon dan ook alleen maar door totale roofbouw te plegen op alle medewerkers. In Arcaas dan wel crew, nietwaar? Iedereen was bereid om 36 uur te werken. Ik bedoel, dat zou je nou niet meer moeten proberen natuurlijk. Maar in die tijd hadden we allemaal het gevoel dat we iets nieuws deden. Wij zetten Nederlandse film zetten we op de map, zeggen we. Op de kaart, de Nederlandse film wordt gecreëerd hier. Soldier of Orange opened the door to a great deal of Dutch talent. There's no question about that. The filmmaking was just mind-boggling because Paul, I have to say, is one of the great shooters of all time. And he knows how, if you'll pardon the expression, he knows how to shoot the hell out of a film. And we hadn't seen a film in this country on that subject that had so much That was made with so much intelligence and had so much spirit and life to it. We took Soldier of Orange and we opened it at the theater and broke house records. And there was a company in Atlanta, Georgia. They called me and said, we just flew into your theater this weekend. We saw the film and we would like to buy it. And I said, well, how much? And they said, we'll give you $500,000 for it. So it became the biggest fee for any foreign language film that had ever gone. Soldaat van Oranje blijkt een enorm kassucces. Paul Verhoeven moest echter voor zijn volgende film weer achter in de rij aansluiten. Het werd steeds moeilijker om het geld van het fonds te krijgen. Ik voelde me zo vernederd door die mensen, met al het succes dat ik had gehad in Nederland, dat ik dan nog, het was ook niet iets van deze man die heeft een groot publiek, heeft die weten te bereiken, die moet continuïteit in zijn leven krijgen. Niks. Elke keer weer van, oh, maar dit is niet zo'n goede film. Nee, zoek maar iets anders. Ik kan niet opbrengen om voor die mensen op de grond te gaan liggen, om geld te krijgen. En toen dat langzaam tot me doorgedrongen was, dat ik dat
überhaupt niet over me heen kon krijgen. Ik kon die stap niet meer maken. Toen, uit zelfrespect eigenlijk. Toen zei Martien, nou ja, je hebt zoveel aanbiedingen uit Amerika. Dat is een heel ding. En hier is een leuk script, een Robocop. Nou ja, daar kan je best iets van maken. En laten we de zaken godsnaam opdoeken hier. En we gaan met z'n allen weg. Op weg naar Hollywood. It's a very tough city to break through into the business. As an agent, I would get in the mail every day, between 50 and 100 envelopes with 8x10 photographs of young actors, not so young actors, looking just to find an agent. But if they can come into this town with a film under their arm, then so much the better. Just as when Soldier of Orange came here and you and Rutger so stood out in it and the film was such a big success, the doors opened for you. Zeg eens, Scheveningen! Scheveningen, Scheveningen! 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 Schoonmoeder, Scheveningen! Nul! Heb je plannen om weg te gaan? Ja, absoluut. Ja? Ja, Nederland is gewoon een klein land en ik wil met andere regisseurs werken. En daar is Nederland gewoon te klein. Ik wil filmacteur blijven. En die kans, die heb ik wel. Ja, ik kan wel wat erop wachten in Nederland. Maar dat, ik moet naar het buitenland dan. Na het grote succes van Soldaat van Oranje willen veel Nederlanders hun geluk beproeven in Hollywood. Een van hen is Pieter Jan Brugge. Hij is inmiddels een van de grote producers in Hollywood. En zonder ook maar één succesfilm op zijn naam, zo van de Filmacademie, heeft hij lang geleden de overstap gemaakt. Ik heb er ook nog foto's van gemaakt toen ik voor het eerst opsteeg uit Nederland. Dit was Schiphol. Uiterst grijze luchten. Heel deprimerend. En dan langzaam stijgt de vleugel op. En dan laat hij het land los en zit je in de lucht. En dat was toch, ja, daar ging wel wat door me heen toen. Toen ik ineens daar, en toen kwam ik in Los Angeles aan. En dit was mijn eerste kamer en mijn jongensbed. Staande naast mijn eerste auto. Ik weet wie die foto gemaakt heeft. Ja, die heb jij gemaakt. Hier sta jij nog op. Nee! Ja. Welk jaar spreken we hier over? Dat is in de herfst van 79. En dat was in de tijd dat jij hier was voor Soldaat van Oranje. Er spreekt enorme hoop uit die foto's. En ja, dat was wel een droom. Ja. En een ambitie en een passie om mij toch toe te gaan leggen op film. En aan de andere kant had ik toch het gevoel van, ja, ik kan nu wel een beetje een grote vis in een kleine vijver worden. Maar ik had toch de ambitie en de gedrevenheid om mij te testen in de grote wereld. Korte tijd heeft Pieter Jan Brugge zich de harde, commerciële Amerikaanse manier van produceren eigen gemaakt. Ik denk dat er in Nederland een amateuristisch aspect in zit. Dat komt gewoon omdat het subsidiesysteem uiteindelijk vanuit de Nederlandse mentaliteit, dat het evenrichtig moet zijn. Dat iedereen een kans moet krijgen. Talent is slechts in weinigen. En op een gegeven moment moet je toch gaan kiezen om het talent te subsidiëren in plaats van zij die bewezen hebben het talent niet te bezitten. En op een of andere manier denken we dat in Nederland dat het in film anders moet zijn. Ja, lulkoek. Wat is de aantrekkingskracht van Hollywood? We staan in een videotheek. Dit is de Nederlandse film. En dan gaan we hier naartoe. Kijk, als je nu hier kijkt. Dit allemaal, omdat dit een hele goede videotheek is, daar nog een kleine selectie Duitse en Franse en Italiaanse films. Maar dit is Hollywood. From Los Angeles, California, the 70th anniversary Academy Award. The Oscar goes to the Netherlands for character.
voor cinema moet je over verbeeldingskracht beschikken. Je moet het grootste niet schuwen. Die hele Calvinistische, doe maar gewoon, dat dan doe je al gek genoeg, is in principe ongeschikt voor de speelfilm. Het karakter lijkt groter dan het is, want uiteindelijk is er niet zoveel in die film. Ik zei, weet je wat ik graag wil doen? Ik wil laten die scène zien dat Cat de Dreuve bij zijn vader komt. En dan laten we, terwijl we gewoon de titels laten zien, laten we alles zien wat we hebben. Alle grote locaties laten we gewoon even zo terloops tijdens de titelscène zien. Want dan denken de mensen dat ze een hele grote film te zien krijgen. En dat ze eigenlijk al een hele grote film aan het zien zijn. In het begin van de jaren 80 wordt in Nederland vooral de kunstzinnige film financieel ondersteund. Filmers die op een Amerikaanse manier een groot publiek willen aanspreken, hebben het heel moeilijk. Het beperkte Nederlandse filmklimaat biedt Dick Maas nauwelijks de ruimte om als een Hollywood-regisseur zijn eerste film te maken. Daarvoor moet hij heel inventief te werk gaan. Dag Dick. Ik heb de lift maar genomen. Heel goed. Dat je dat durft. Kijk, er was geen stuntman op de set. Dus alles hebben we zelf gedaan. Het enige ingewikkelde wat we hadden was het hoofd van Gerard Tholen. Wat we moesten afgieten. Dus dat was eigenlijk het enige waarvoor we een professional moesten inhuren. Die een afgietsel van het hoofd van Gerard Tholen maakte. Voor die onthoofding die erin zit. Maar we hadden ook maar één hoofd vanwege het budget. Dus dat ging drie keer mis. En ja, toen zag het hoofd eigenlijk niet meer uit. Heb je dat weggestopt voor je kind? Nou, nee. Ik weet het is toch een beetje eng. Dan kan het nog boven. Dan moet ik hier dus naar boven. Ja. Dat is de vliering. Het hoogste puntje zo'n beetje. Oh, nou. Heb je het? Jeroen, kun je dit... Godverdamme, zit het hierin? Daar zit het hier. Ah! Oh. Okay. Gerard zit een beetje vast. Ach, god. Dit is hem. Dan. Nou, dit is Gerard. Dit is... Maar daar was dus wel geld voor om dat te maken. Ja, daar ging het meeste geld. Het grootste deel van het budget ging in het hoofd zitten waarschijnlijk. Je salaris. Ja, precies. Nou, god. Zonder weer... Ja. Gerard. Oh, god, Gerard. Ja, dat is wel mooi. Ja, dat vind ik wel mooi, ja. Kees! Het waren geloof ik 30 dagen, maar voor zo'n film... was het behoorlijk arbeidsintensief. En daardoor werd het ook al dagen van 12 tot 16 uur meestal. En toen kwam het wel tot spanningen dat de lichtcrew wegging. En toen hebben we het zonder licht, zijn we toch nog door gaan draaien. De catering bestond uit een kop soep en een boterham. En Matthijs had geloof ik het liefst dat je dat van huis meebracht. En Dick die stond op een trappetje, op een keukentrap, boven een liftschacht. En stond hij met zijn touwtje te zwaaien om de nek van Hans. Intussen liep er een camera. Lullig, hij kent geen tijd. En toen zag ik het terug in de bioscoop met mensen erbij. Nou, die vlogen werkelijk een meter uit de stoel. En toen dacht ik, Jezus, wat goed. Ergens halverwege de draai kreeg ik telefoon. Het was laat, het was 's avonds laat was het. Dick zei, ik ben ontslagen. Ja, telefonisch dan, weet je wel. Van, je bent ontslagen, ja. En ja, nou ja, zo ging dat. Maar ja, ik heb... Maar wat zeg je dan? Nou goed, dan heb je geen film. Nee, ik zei van, nou ja, ik weet niet eens. Ik heb geloof ik opgehangen en ik ben weer doorgegaan. Want ik zat midden in de opnames. Ik zou je vertellen, als het in het Nederlandse bedrijfsleven zo toeging als in de Nederlandse film, was dit land al 100.000 keer failliet geweest. Stond er geen steen meer op de handen. Doe onmiddellijk die voordeur open, want we gaan... De
film Schatjes, met meer dan een miljoen bezoekers, is een op Amerikaanse leest geschoeide black comedy. Het script wordt direct verkocht aan Warner Brothers. Maar ook Ruud van Hemert moet concessies doen aan zijn oorspronkelijke ideeën. Je gaat uit van een 10. En ik wil ook die 10 halen. Maar ja, ik heb nog nooit een 10 gehaald. De Schatjes is geen 10. Dat is misschien in eerste instantie denk ik dat is een 7. En als je zegt van met de middelen die ik had, is het een 8,5. Van Fellini. Nou, en verder kom ik niet. Zou je een scène vertellen die niet gedraaid is? Omdat er geen geld voor was. Ik haat jullie! Kinderen moeten godverdomme met harde hand dat huis uitgeflikkerd worden. Dat shot wat ik dan moet laten zien is een mastershot. Dat moet, jauw, moet dat zijn. In een wolk van stof zien ze godverdomme een karavaan legerauto's aankomen. Met tanks en kanonnen en weet ik veel wat. Nou, er was geen geld voor. Dus wat heb ik gedaan? Aangepast. 1 hele oude auto die groen is gepoetst. Met 4 figuranten erin. Met zonnebrillen op die kauwgom kauwen. Om die kinderen dat huis uit te halen. I always wanted to go to Hollywood, and that's, I think, the reason I went to film school, because I told my mom and said, what do you want to, you know, before I went to school, to film school, what do you want to say? I want to go to Hollywood to make movies, and of course, I was, in those days, it was ridiculous, Hollywood, and I was like 14 or 15 years old, and everybody started laughing about that, but I knew I was going to end it that one day or another, but, so I went to film school, and, you know, after a really great career, a great time in Holland, there were always things that I felt I could not make there, you know, because there's limitations, and I knew I had to, but I had that you really have to make a jump, and you have to make a big step, because when you go here, you have to realize you have to start all over again. They really want to know not only that you can make movies in a foreign country, they want to see if you're willing to adapt here, and if you will fit into the type of movies that are being made here. Jurassic Shark, he yeah. says. It's a cash line. And so this, in reality, this the Megalodon in those days, because they really existed, they were like 70 to 80 feet, which is ongeveer 30 meter long. And they did exist? So, yeah, yeah. That's from a big sequence in the movie. That's where the shark has it. A whale watching boat is attacked by, so you can see the scale a little bit. It's pretty. Actually, we have a picture of a real, you know, where they found in the museum. They have the real tools of the whole, the complete tool, and 5 people can stand inside the mouth. That's, and then, and also to really, that's how you sell a movie these days to the studio. So because they don't have no idea what's going to, so we did storyboards for 2 scenes in the movie, and then we filmed the storyboards, and then that will be. So that they can see what it could be like. It's pretty amazing that you think that those people who work in movies so long would understand it. They have no clue. Doesn't matter who it is, they have no clue till they see it. And this you have to do yourself. You know, the studio doesn't tell you. They don't pay for it. You have to do it yourself. But finding the way back to the island. And suddenly a big bang, and you don't see anything. Another one. And then a big, another boat gets pushed in a full circle, like the whole boat. Jeez. So the whole boat gets tilted up now. And as quickly as it happens, as very quick, the next moment is completely quiet again. Everything is gone, Mac is gone, and they barely understand what the fuck just happened to them. Thank you.
There'll be people at the studio who will tell you what the studio wants to do. So basically, it's a constant battle to convince them of what you want. And at one point, they will get tired. And some of the they will get tired because you're not going to give up. It's a typical game in Los Angeles at the studio. The week before you start shooting, they say you have to cut 10% out of the movie. Which is on a big movie, it's $10 million. Well, you cannot cut that out. That's like 10 weeks of shooting or so. So quite often it's to avoid talking to them. And there was a twist that was fantastic. It was like, because I picked locations where I knew the mobile phone system would not work. By the time they finally got to me, we already had filmed the scene. Sorry, we shot that yesterday. You didn't know? They didn't tell you? Don't ever tell them you're behind schedule. Do never tell them. Tell them that you're right on budget. Don't ever say you're going over. Tell them the actors are fantastic and it's exactly like the studio wanted. But also when you start the film school, nobody tells you anything about that. Nobody tells you about how to have to learn how to cheat, to lie, to... Do we take Arizona to the right? Or no, you can take Wilshire. Yeah, you can take go next one. It's terrible. Well, actually, you mentioned 6 reasons not to be in the movie business to me. We're at D-3 in counting. Artistieke vrijheid, die heb ik eigenlijk gehouden, vind ik, in Amerika, tot en met Starship Troopers. Ook al was die 100 miljoen. Op een of andere manier zijn we daar doorheen gezeild. In de tijd dat ik Starship Troopers maakte, waren er 6 different regimes. Elke, na 5 maanden, 3-4 maanden was de top weg. En dan kwam er weer een nieuwe top binnen. En dan 4 maanden later waren die weer weg. Dus ik heb de film uit kunnen maken omdat niemand ooit naar die film gekeken heeft. In die paar jaar dat ik draaide, heeft niemand de tijd gehad om zich zo in te graven dat hij naar die film kon kijken, want dan waren ze alweer eruit geschopt. Zo, daarom is die film gemaakt. Het is eigenlijk natuurlijk een artfilm, Starship Troopers. Dat is die eigenlijk. Het is een hele dure artfilm. Het stuntwerk voor Starship Troopers werd verzorgd door nog een Nederlander, Dickie Beer. Inmiddels is hij stuntcoördinator van onder andere de Terminator films en James Bond. Dag Dickie. Hallo Jeroen. Dat is lang geleden, man. Op een berg in Zwitserland. Ah, hou op alsjeblieft. Toen je van de berg aan viel, toen je mij deed. Als ik aan Nederland terugdenk, dan is het van de keren dat ik een script te lezen kreeg. Dan las ik een script waarvan ik dacht, nou, daar moeten ze dan toch wel zeker een miljoentje of 6 voor hebben. En dan hebben we het nog over weinig geld natuurlijk in vergelijking met hier. Maar daar moeten ze 6 miljoen voor hebben. En dan ga je naar de producent en de regisseur en dan ga je rond de tafel zitten en dan blijkt dat ze de helft hebben. En is het veilig? Ja. Amsterdam van Dick Maas maakte met de zuinige Nederlandse instelling korte metten. Attentie en... Camera's. Smash that thing. Ik wilde, en Laurens waarschijnlijk ook, we wilden van dat kneuterige af. Mijn voorbeelden waren ook Amerikaanse films. Ik bedoel, dat waren niet de kleine Nederlandse films, dat... Dus ik, dan is het logisch dat je ook op die manier denkt, van hoe doen ze dat daar? We moesten gewoon groter denken. De eerste vlodder, net als Amsterdam daarna, waren beide hele leuke films om te maken. Dus in die zin waren dat wel gouden jaren, want het plezier straalde er aan alle kanten vanaf, ook in het doen. Op het moment dat ik dat ding raak, is als het ware het hele gevaarte is ongeveer zo'n stuk lager in het water. Wat er bijzonder aan is dat First Floor Features, Dick Maas en Laurens Scheels,
de eerste waren die zeiden van, wij willen, of Dick Maas zei, ik wil een actiescène, een goede actiescène in mijn achtervolgingsscène in mijn film. En daar moeten we goede mensen voor hebben en daar moeten we veel geld voor uitgeven. Dus een veel groter dan normaal gebruikelijk in Nederland budget ging naar die actiescène toe. En wat betekende dat ik het op de goede manier kon doen. Dat is natuurlijk een enorme logistieke operatie waar bijvoorbeeld de grachtengordel soms voor de helft van zijn omvang en dan soms twee grachten tegelijk dicht lag. Kijk uit! Ze gaven mij geld. Ze gaven me 5 boten of 6 boten had ik, terwijl we er maar 2 echt in gebruik hadden. Ik had nieuwe motorfietsen, ik had nieuwe auto's, ik had nieuwe boten met spiksplinternieuwe motoren. We wisten dat het niet stuk kon gaan. En ik had ook op die film een stuntcrew van volgens mij 45 man, ongeveer in zijn totaliteit, uit Engeland. Beetje alsof Hollywood naar Nederland was gekomen. Ja, dat was ook de wijze waarop ze het aanpakten. Ja, hè? Precies. Met z'n tweeën. Ja, dat was op die film was dat heel, was dat voor Nederland totaal nieuw. Dat was nog nooit voorgekomen. De meest commerciële films van Nederland zijn pure arthouse films in Amerika. Dus als je Turks Fruit kijkt, of Soldaat van Oranje, of de Amsterdam, of Regenwulpen, dat zijn allemaal artfilms, terwijl het hier grote successen waren. Maar daar worden het absoluut niet gezien als commerciële films. You're Elvis. Hey, how you doing? Good. What's your name? Jerome. Jerome, the one and only. Listen, can you name a Dutch movie? Yes. Which one? A Dutch movie? What was that one? I think it was Elvis in Dutchland. Elvis in Dutchland, that's what it was. Can you name a Dutch movie? Oh. A Dutch movie? What's the one with Bjork? Was that Dutch? Dancer in the Dark, but I thought it was Bjork. Wasn't that Dutch? No. Hello. Hello, how are sir. You? Can you shake hands? Yeah. Oh my God, no, it's too dangerous. Over here. Yeah. Can you name a Dutch movie? Oh. Oh, oh, oh. This is a price. No? You can't. No. Now look at Charlie, look now. The young audience, which is the primary movie-going audience, is very much interested in seeing themselves. And not so much broadening their horizons, which is unfortunate because, you know, I grew up wanting to see truly the romance of movies and wanting to take movies take me to places and times that I couldn't experience. And I'm not sure that that's as much the case anymore. In mijn tijd, begin jaren 80, toen ik hier kwam met Soldaat van Oranje onder mijn arm, dacht ik een vliegende start te kunnen maken. Dit is mijn dagboek uit 1980. De volgende dag, dinsdag 8 januari 1980, werd de meest memorabele dag van mijn leven. 'S Morgens vroeg foto's maken voor het ANP bij Grauman's Theater. Precies deze plek. Daarna het eerste appointment. Daar gebeurde het ongelofelijke. Een film met Sophia Loren en dan moet ik Cary Grant vertolken. Daarna naar het hoogste van het hoogste, het hoofd van 20th Century Fox. Die bood mij The Omen 3 aan, de hoofdrol. Nou ja, dat alles achter elkaar. Ik zag sterretjes. Daarna gedoucht, eten bij de Seagulls en daar kwam als klap op de vuurpijl het laatste aanbod van die dag, de hoofdrol in The Impresario. Goed. Geen van deze films is ooit doorgegaan. Dit is soapacteur Ferry Somogyi. Wereldberoemd in Nederland, maar in Hollywood een nobody. Maar wel met een droom. Film is natuurlijk het ultieme voor acteur.
werken met de grootte der aarde. Als je echt goed wil focussen, ja, dan moet je toch wel heel veel hier zitten. Het is gewoon een levensgevaarlijke stad en je ziet mensen zien hier gillend wegrennen. Je komt de ene na de andere oplichter tegen. Je krijgt zoveel films aangeboden en je wordt zo vaak afgewezen. Weet je niks van af. Kan je dat tegen? Ik kan er vrij goed tegen, mits ik me goed kan terugtrekken. Ik wil bijvoorbeeld niet in het dramatische gedeelte van L.A. wonen, echt het Hollywood. Dus daarom heb ik me echt een plekje op het strand. Lekker terugtrekken. Het is wel, ja, het is pijnlijk af en toe. Ik heb wel degelijk momenten gehad, meestal vrij kort, dat ik denk van nou, nu vind ik het wel eigenlijk wel genoeg geweest. Hoe lang wil je daar, hoe lang wil je dit nog volhouden? En dat je van een paar honderd dingen, ja, dan komt er misschien maar eentje doorheen. Ja, hoe goed kan je er tegen? Ja. Iemand die nu onbekend is, kan over 2 jaar een ster zijn. Ook andersom natuurlijk. Maar iedereen weet dat die dingen kunnen gebeuren. Je kan succes hebben, en dat is goed voor iedereen, want een succesvolle film brengt meer geld binnen voor alle andere mogelijkheden. En je kan ook ongelooflijk floppen en in de goot liggen. Maar ja, dan over 3 jaar later kan je weer succes hebben. En dat soort van enorme extreme fascineerde me. Want in Nederland kan je rustig doorkabbelen. Ik ben op een hele eigenaardige manier in de picture. Nog steeds. Ik kom af en toe kom ik op het grote scherm en de rest gaat via video, televisie, DVD, reist het de wereld rond. En ik heb gewoon hele verschillende dingen gedaan. Je hebt er zeker een mileage over hoe dat je goed kunt zijn op 10 films. Bij mij zijn er 7 goed, 5 heel aardig en 2 of 3 kunnen echt heel goed zijn. Ik heb altijd gedacht dat het om gewild te worden moet je gezien worden. En daar moet je niet lullig in zijn, vind ik. Want als je niet gezien bent, ben je heel snel weg. Ik heb succes eigenlijk nooit verwacht, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb eigenlijk nooit gedacht dat het zo... Ik dacht, het is gewoon, dat is 10 seconden en dan houdt het op. En dan is het weer 10 seconden en dan houdt het weer op. Maar het houdt altijd op. Dat is dus heel raar voor me om hier te zitten na 30 jaar. En nog niet te geloven dat het niet ophoudt. Op een filmset ontmoet ik Jorik van Wageningen. Hij heeft meer geluk dan Ferry. Naast kleine rollen in grote Hollywood-producties speelt Jorik nu een van de hoofdrollen in een inhoudelijk sterke, maar kleine speelfilm. Het is een hele kleine, echt een super kleine independent film. En dit was echt wat ik las het hele gezien. Dus dan moest je geld meenemen? Ja, ik moest geld meenemen. Maar je moest geld meenemen? Ja, nee, dat ken ik. Ja, ik heb het nooit gedaan, maar ik weet dat het bestaat. Dat is waar. Soms moet het. Wie zit er nog meer in? Alyssa Milano, dat is een Amerikaanse ster. Zij speelt mijn vrouw. En de regisseur Eric Nazarian is zo gedreven. Dat is zo zeldzaam. Dat je mensen vindt die echt helemaal, die zo met hun hart en die dan echt zo een kleine huis, een hypotheek op een kleine huisje hebben genomen om hun eerste film te maken. Oh, wat goed. Het is de eerste film. Ja. Oh, wat goed. Ja. Run around and just don't mind us. Just eat, enjoy, talk, chit chat. Is it going to be a whole thing to open this wine? No, we're gonna open the wine over there. Okay. This is my maestro. You know. I've studied for years. Probably would be very calm. Ik heb een film met Peter Greenaway gemaakt de afgelopen paar jaar en een film met Terrence Malick. En ja, dat zijn geweldige dingen om te doen. En toen het toeval dat Spielberg met me wilde werken, dat nieuws rijdt dan onmiddellijk door Hollywood. Dat, al die dingen samen, dan gebeurt er opeens iets. Dan is er heat, heet dat. Maar het is gewoon heel erg veel toeval. Er moeten allemaal dingen tegelijk bij elkaar komen en dan gebeurt het. Maar bestaan er geen tips? Is het niet zo dat je doorzettingsvermogen met een hoofdletter D moet hebben? Nou, nee. Niet. Nee. Ik zie mijzelf niet echt als een doorzetter.
Weet je, het is niet. Ambitie is bijna. Het is bijna. Ik zou zeggen contraproductief. Weet je, want er zijn miljoenen mensen met enorme ambitie hier. En de meesten zijn taxichauffeur of waiter. Had jij dat ervoor over gehad? Nee. Nee, helemaal niet. Nee, daarom is het. Daarom probeer ik het ook een beetje luchtig te houden. Omdat ik schaam me ook een beetje ten opzichte van al die mensen die daar zo enorm voor gaan. Weet je, want het is een beetje alsof ik met mijn knapzak op hier binnen ben gewandeld en ga naar Hollywood en opeens was iedereen. Ah. Maar je zou het wel erg vinden als het over was morgen. Nee. Nee, echt niet. Film is geen democratisch proces. Daar zit een natuurlijk selectieproces in. En dat is inherent niet... Aan de jungle. Ja, daar is inherent iets unfairs aan. Ik vind het vervelend dat er altijd maar in de bladen staat dat het niet lukt met je. Daar begin ik nu wel heel erg aan te ergen. Ik vind het nou vervelend als je iemands droom afpakt. Dus vaak bang zijn ze dan dat je hun droom leeft. En dan krijg je dat soort toestanden over je heen. In het begin trek je er niks van na, maar ja, af en aan het einde denk ik van jongens, hou toch op. Heb je droom en stimuleer het, dan ga het achterna. En dat ben ik aan het doen. En als dat niet lukt, geen probleem. Dan ben ik daar in ieder geval achter. Maar ik had mezelf nooit gegeven als ik niet was gegaan. Nou, Monsters Ball. Deze film werd mij aangeboden, volgens mij, toen had ik nog niet eens de Oscar, toen had ik de nominatie. En dan moet ik zeggen, van alle films die mij aangeboden zijn, heb ik van deze film het meeste spijt. Hoe vaak heb je geweigerd tot nu toe? Ja, misschien 100 keer. Meen je dat? Ja. Als je zoveel afwijst, zit je daar dan wel op de goede plek in Hollywood? Dat is echt een hele goede vraag. Van waarom doen mensen het zichzelf aan? Wat voor mij het aantrekkelijkste aan Hollywood is, dat hoe groot of hoe klein die film ook is, dat als je hem een beetje redelijk maakt, de hele wereld die film automatisch krijgt te zien. Als Hollywood eenmaal achter een film staat, dan geven ze je ook heel veel. Ze helpen je om die film te kunnen maken. Terwijl ik denk dat in Nederland het wel zo is dat je vanaf het moment dat je die producent een hand gegeven hebt, dat je dan ook vaak een beetje tegengewerkt wordt. Ik moet zeggen dat bij Karakter gedroeg Laurens Geels, de producent, zich wel een beetje als de uitzondering op die regel, hoor. Ik wilde graag een scène dat Cat de Deuve op een gegeven moment aankomt met de trein. En daarvoor moesten we het hele station van Antwerpen uitlichten. En er moest een complete trein komen. En dat was geloof ik voor één scène van 12 seconden en nog een andere scène van 16 seconden. Nou, ik weet zeker dat 19 van de 20 andere Nederlandse filmproducenten hadden gezegd van dat gaat niet door. Laurens ziet dan toch wel dat je die production value nodig hebt. We waren volgens mij allemaal een voorstander om het professionele een beetje op een studioachtige manier aan te pakken. Sterker nog, Vlodder hebben we een aantal huizen gebouwd. En het eerste wat we ook deden was een ruimte zoeken die we als studio konden inrichten en waar we decors konden bouwen. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in het bouwen van die hele studio in Almere. Dus eigenlijk in eerste instantie bouwden we hem voor onszelf, maar natuurlijk ook voor anderen die er gebruik van wilden maken. Wijken bouwen, huizen op locaties neerzetten, dat was niet echt eerder gedaan in Nederland. Uiteindelijk zelfs in 1997 bij Karakter, die complete interieurs van die daar in de film te zien zijn van het advocatenkantoor, daar heb ik altijd ademloos, elke keer als zoiets gebeurde, naar staan te kijken dat we dat konden doen. Ontwerpfilms
Zoals inderdaad Abel, De Noordelingen, een absolute Nederlandse klassieker zoals Flodder. Tot en met karakter, dat was er gewoon, die waren er nooit van gekomen. Die kun je alleen maar met die mentaliteit maken. Je bent zo trots als een aap dat het van de grond gekomen is. En hebben daar ook een groot aantal jaren met heel veel plezier en met die faciliteit films opgenomen. Action. We are very happy to be here. And the rest of the family sings so too. Dat het met een soort panache, met een soort allure werd gemaakt. Van wie doet ons wat en... Wat, dat kan niet in Nederland, dat zullen we dan nog wel eens zien. Dat was er natuurlijk heel erg goed aan. Dat was er heel erg goed aan. Het lef, de durf. Je kreeg een zekere mate van overmoedigheid. Je dacht van, wat wij doen, dat kan niet missen. De Amerikanen bezochten vandaag een studio in Almere, waar het decor van de film Flodder staat. Een compleet nagebouwde straat. The quality of the people are terrific. And the quality of the facilities and obviously the work that they do, especially for the amount of money that is spent, is very impressive. Je zag dat die Amerikanen gingen in Engeland draaien, gingen in Europa draaien. Dus we dachten, we zitten goed. Want het is een goedkoop land. We gaan hier, hebben hier een goede studio. Amerikanen kunnen hier komen draaien als ze willen. Buitenlandse films. Dat was natuurlijk een beetje megalomaan gedacht. Al die verwachtingen die wij hadden, dat ook andere filmmakers en productiehuizen allemaal van dat soort faciliteiten gebruik zouden maken, die kwam helemaal niet uit. Het merendeel van de tijd stond het ding natuurlijk leeg. Er bleek helemaal niet zoveel interesse van anderen om daar te draaien. Ik vond het al meteen een bespottelijk idee. Dus dan zal het wel om het ego en de lange teen en het... Dus het zijn Noord-Koreaanse taferelen. Dat begrijp je. Kim Jong-il in de polder. Je komt in een survival mode. Je wil dat mooie ding waar je zo hard aan gewerkt hebt, waar je zoveel energie in gestoken hebt, dat wil je niet kwijt. Dus je focus begint zich een beetje van waar je het oorspronkelijk voor deed af te wenden. Er ontstaat meer een gevoel van het lijf moet verder. Alex van Warmerdam weggerend. Dan staarten ze weer Mark Velpel aan de cameraman. Iedereen uiteindelijk. Omdat je gewoon rook dat er van alles niet klopte. Dat het dus een gieterij moet worden. Hè? Hier is het zwembad geweest van ooit de film Flodder. En dan gaan wij dichtmaken. En er komt hier 3 kraanbanen. Dwars overheen en hier een hele grote. Helemaal over de hele lengte van de hal. En dan gaan we hier de ovens maken. Waar we het ijzer gaan smelten. En dan kunnen we nog even naar de rest gaan kijken. Ik heb tot de toiletten heb ik zitten ontwerpen daar en met tekeningen. En dat alles moest precies aan eisen voldoen. En die heb ik voor een groot deel ook bedacht. En dan is het toch een soort kind van je wat daar staat en wat nu aan het verloederen is. Dat vind ik natuurlijk puur zonde, want ik had natuurlijk liever gezien dat een bruisend... plek zou zijn voor alle filmers van Nederland. Want het is op zich was het naar mijn idee een perfecte studio. En dat vind ik eigenlijk nog het meest jammere eraan. Het doet pijn. Ja, dat doet pijn, ja. Ja. Ik ben alles kwijt, ja. Meen je dat? Ja. Ja. Ik heb geen... alle films die worden nog regelmatig uitgezonden op televisie, op internet en alles. Maar ik hou daar niks aan over. Nee. Wat ben je verloren? Een droom? Ik heb
een kans gemist om naar Amerika te gaan. Dus ik denk, ik ben hier te lang blijven hangen, omdat ik dacht, het komt hier wel goed. En het is hier eigenlijk niet goed gekomen, vind ik. Ik heb me nooit gerealiseerd dat Dick Maas veel beter past in het Amerikaanse systeem dan Paul Verhoeven. Paul is toch veel meer een Europees filmer die zijn films altijd van diepere lagen voorziet, naast het visuele spektakel. Uiteindelijk ben ik in een situatie in Amerika terechtgekomen waar ik de totale artistieke vrijheid kwijt was. Dat ik dacht, ik doe het niet meer. Want toen was er wel een beleid bij Sony. En toen was het wel zo van dit, dat, zus, zo. Au! 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 Op deze manier had ik het gevoel dat ik echt totaal aan de verkeerde kant terechtgekomen was. Waar het alleen nog maar ging om, ja, waar het eigenlijk nergens meer om ging in de film. Eigenlijk de ideeën die er waren, die waren waterig en die kon ik ook niet aanzetten. Er was ook geen mogelijkheid om dat te veranderen. Ik dacht, ik moet stoppen om films te maken waar ik niet achter sta. En zeker films die zo duur zijn dat iedereen over je schouder hangt. De totale keerzijde van Hollywood die je beschrijft. Ja, ja. Business is zo keihard en heeft uiteindelijk trekt zich er geen ruk van aan wie jij bent. Uiteindelijk is het de cijfer op de box office. Als jouw film vrijdag opent en of die het fatsoenlijk doet, die zijn waarde bepaalt en die mogelijkheden creëert of die mogelijkheden weerhoudt. Ja, dat ziet er imposant uit, nietwaar? Dat zou best eens de intocht van de Irene-brigade en de Canadezen kunnen zijn. Met name is het natuurlijk zo dat het maken van Zwartboek nu net eigenlijk een totale omkering weer teweeg heeft gebracht in mijn denken wat betreft artistieke vrijheid. Want whatever de problemen met Zwartboek waren, die waren natuurlijk van financiële aard. Die waren nooit van artistieke aard. Artistieke vrijheid en het talent waar ik toegang toe had, zeg maar. Zonder managers, zonder agents, zonder gezeik. Gewoon, god Caries, kunnen we met elkaar even wat gaan drinken, willen ze even met je praten of zoiets. Kan je een stukje voor me spelen? Dat was absoluut uniek, vond ik. Ik bedoel, ik had volledig zeggenschap over het script, over de keuze van de acteurs. Dus het grootste verschil, als je dat basically zou zeggen, het grootste verschil tussen Nederland en Amerika is de totale vrijheid hier. Ja, absoluut. Dat is het verschil. Ja, ja. Ik heb wat dat betreft, was het bijna een sauna om in te stappen. De winnaar van het Gouden Kalf voor beste regie is Paul Verhoeven voor Zwartboek. De cultuur van Amerika is geld. Zo eenvoudig is het. En de cultuur van Europa is humaniteit. Vroeger, toen ik opgroeide, had het altijd over cultureel imperialisme. En dat bestaat natuurlijk nog steeds. Amerika is nog steeds bezig met de hele wereld te veroveren. En een van de grootste legertroepen die ze hebben, zijn de film en televisie. En ik heb nog steeds het gevoel getuige te zijn van een historische gebeurtenis. Want uiteindelijk gaat het zichzelf vernietigen. Omdat het niet die humaniteit bezit. En alleen maar uit is op hebzucht. En dat kan niet overleven. Maar het is wel fascinerend om het te zien.